Wanneer mag je staken? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, wie in Nederland denkt aan vakbonden, die denkt aan staken. De zaak gaat plat, we gaan met z'n allen naar het Malieveld en we roken zware check. Dat is een beetje het beeld van de vakbonden in Nederland. Ik doe dit toch even uit. Het kan ook anders. En ik neem u eventjes mee naar Zwitserland, waar de meest bonkige spoorwegrangeerders de meest charmante collectieve actie ooit hebben uitgevoerd. Dit, wat u hier ziet, is een collectieve actie die de Zwitserse spoorwegrangeerdersvakbond heeft uitgeroepen om nadruk te verlenen aan hun streven naar een minimumloon in Zwitserland. Het is een zogeheten flashmob die uit het niets werd georganiseerd op het station van Zürich. Alles bij elkaar een minuut of drie heeft geduurd en toch een wat ander beeld oproept dan een bezetting van het Malieveld. Nou, zo kan het ook, zou ik willen zeggen. Maar er zijn ook nog andere alternatieve actievormen. En die zie je eigenlijk de laatste tijd steeds meer. En nam ik u mee naar Zwitserland. Ik neem u nu even mee naar Duitsland. Ik neem u mee naar Berlijn. Want wat heeft zich in Berlijn voltrokken? Daar was op een gegeven moment een actie gaande in de supermarktbranche. En de vakbonden in de supermarktbranche die wilden meer loon en meer respect voor hun werknemers. En er werd gestaakt. Maar die stakingen die leidden eigenlijk nergens toe. De werkgevers die gaven onvoldoende toe. En toen dachten die vakbonden, we moeten iets nieuws bedenken. We moeten een flashmob organiseren. Eigenlijk net zoals daar in Zwitserland. En wat is er toen voor flashmob bedacht? Toen is er per sms is er allemaal stakend personeel opgeroepen. Maar ook sympathisanten. En die zijn opgeroepen om naar een bepaalde supermarkt te komen. En wat hebben die toen gedaan? Die zijn daar met z'n allen, mannetje of 50, 60, de supermarkt ingegaan. En dat was zo'n supermarkt met allemaal goedkope producten. In Duitsland heet dat dan Pfennigartikel. Stukken producten die je voor 1 of 2 cent kunt kopen. En die hebben allemaal een winkelwagentje gepakt. En die hebben die winkelwagentjes helemaal gevuld met die goedkope Pfennigartikelen. En zijn vervolgens allemaal in hele lange rijen naar de kassa gegaan. Er vonden zich enorme files bij de kassa. En elke keer als dan die arme cashière al die artikelen had gescand, dan zei zo'n actievoerder, oh, sorry, portemonnee vergeten. Of, ze hadden een portemonnee wel bij zich, maar ze zeiden, sorry, geen geld mee vandaag. En er vormden zich dus gigantische rijen met volgeladen karretjes. Alle gangpaden waren niet meer te bewandelen. Eén grote puinhoop. En na 45 minuten vertrokken ze weer. En dat was de actie, om druk te zetten op die werkgevers. Wat vindt u daar nou van? Laten we eens een keer naar de zaal kijken. Vindt u nou dat moet kunnen, zo'n actievorm? Wie zou zeggen, ja, dat kan. Zo mag je actie voeren. Nou, dat is toch een ruime meerderheid die er zo over denkt. Laten we eens kijken of dat inderdaad kan. Hoe is het collectieve actierecht, hoe is dat nou in Nederland geregeld? In Nederland hebben we geen stakingswet. Het is wel geprobeerd, eind jaren 60, om een stakingswet te maken. Maar uiteindelijk is dat politiek niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Er is één wettelijke bepaling over het stakingsrecht. Die staat in de zogeheten WADI. Dat is de wet die het uitzendwezen reguleert. En daar staat eigenlijk niet meer of niet minder in over stakingen. Dat het uitzendbureaus niet is toegestaan om als er ergens een staking is, daar uitzendkrachten heen te sturen om die staking te breken. Dat is de enige wettelijke bepaling. Voor de rest zijn er geen Nederlandse wettelijke bepalingen. Hoe is het dan opgelost? Als de wetgever in gebreken blijft, dan is het in Nederland 9 van de 10 keer de Hoge Raad die het oplost. En ook zo op dit terrein. Want uiteindelijk is er een heel belangrijke uitspraak gedaan door de Hoge Raad in 1986. En dat is het zogeheten NS-arrest. En wat heeft de Hoge Raad in dat arrest gezegd? De Hoge Raad is in dat arrest gaan kijken naar een Europees verdrag. Het zogeheten Europees Sociaal Handvest. En daar staat in artikel 6, dat werknemers in Europa het recht hebben op collectief onderhandelen. Zich te verenigen in vakbonden en met die vakbonden te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. En als sluitstuk op dat recht wordt ook het stakingsrecht erkend in dat artikel 6. In artikel 6, lid 4 van het ESH. Daar staat dat de verdragssluitende staten het recht erkennen van verenigingen van werknemers om actie te voeren. In het kader van dat recht op collectief onderhandelen.
Nou, wat betekent dat nou? Dat betekent dat uiteindelijk de Hoge Raad heeft gezegd, die bepaling, dat artikel 6, heeft in Nederland rechtstreekse werking. Daar kun je in Nederland gewoon op beroep. Maar omdat dat collectief actierecht is geregeld in dat artikel 6 ESH, zit er ook een zekere beperking aan. Want dat artikel 6 erkent dat recht alleen maar als uitvloeisel, als sluitstuk op dat recht op collectief onderhandelen. En dat betekent een paar dingen. Dat betekent in de eerste plaats dat je niet mag staken, niet gebruik mag maken van het collectief actierecht voor onderwerpen die niets te maken hebben met collectief onderhandelen. Denk bijvoorbeeld aan, zoals dat dan heet, rechtsgeschillen. Geschillen die je gewoon via de rechter kunt oplossen. Denk bijvoorbeeld aan de salarisverlaging die de VND van het een op het andere moment doorvoert voor zijn werknemers. Dat is iets wat je kunt afdwingen bij de rechter, dat je alsnog je salaris krijgt. Daar mag je dus in beginsel niet over staken. Toevallig las ik vandaag in de krant dat er in Arnhem allerlei buschauffeurs zijn gaan staken, gewoon zijn gestopt met in hun bussen rijden, omdat een collega op staande voet was ontslagen, omdat hij achter het stuur van zijn bus op zijn iPhone had zitten spelen. Nou, men ging daarover staken. Mag dat? Nee, dat mag niet. Want dat valt buiten het bereik van artikel 6 lid 4. Dat is een rechtsgeschil. Dat is niet een onderwerp wat aan de cao-onderhandelingstafel behoort te worden opgelost. Waar je ook niet over mag staken, zijn puur politieke kwesties. Dus als u vindt dat u hier te veel moet betalen voor uw biertje, omdat de btw op alcoholica te hoog is, ja, daar mag u niet over staken, want het is iets waar de vakbonden aan de cao-onderhandelingstafel niets mee te maken hebben. Dat is een puur politieke kwestie. Mag u niet over staken. Maar dat laatste punt, wel van belang om even in de gaten te houden. De Hoge Raad kijkt daar wel ruim tegenaan. Want er zijn ook politieke onderwerpen die wel degelijk een effect hebben op datgene wat aan de cao-onderhandelingstafel gebeurt. En daar mag u dan weer wel over staken. Ik zal u één voorbeeld noemen. Een aantal jaren geleden is besloten dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt. Nou, dat is gewoon een wet. Politieke kwestie in beginsel, maar natuurlijk wel met effect op datgene wat er in cao's wordt afgesproken. Als een staking is gedekt door artikel 6 lid 4, dan is die in beginsel rechtmatig. Dan kan die nog steeds weer onrechtmatig worden. En wanneer kan die onrechtmatig worden? Als door die staking, als door die collectieve actie een onevenredige inbreuk wordt gemaakt op bepaalde belangen. En waar vinden we die belangen? Die vinden we ook in dat ESH en wel in artikel G van dat ESH. Daar staat in dat die rechten uit dat verdrag, waaronder het stakingsrecht, onder bepaalde omstandigheden beperkt kunnen worden. Wanneer? Als zij onevenredige inbreuk maken op de belangen van derde partijen die helemaal buiten het conflict staan, of op maatschappelijke belangen zoals de veiligheid, het milieu, volksgezondheid, dat soort belangen. Als een staking daar onevenredige inbreuk op maakt, kan die onrechtmatig zijn. Waar hebben we dat bijvoorbeeld recent gezien? Dat hebben we bijvoorbeeld recent gezien bij AXO in Rotterdam. En daar werd gestaakt bij een chloorfabriek. En daarvan is toen uiteindelijk gezegd door de rechter, nou, jullie mogen wel een beetje staken, maar als jullie meer dan een bepaald percentage staken, dan wordt het risico op incidenten bij die fabriek te groot. En dan is er dus in potentie grote derde schade. Schade voor het milieu moeten we niet hebben. Voor zover je verder gaat dan daar waar dat risico te groot wordt, mag je niet staken. Dus dat is een mooi voorbeeld van zo'n beperking van het stakingsrecht via de band van artikel G ESA. Dat is de ene beperkingsgrond. En dan is er nog een andere. En dat zijn de zogeheten spelregels. De Hoge Raad heeft gezegd, als een actie valt onder 6 lid 4 is die in beginsel rechtmatig. Maar er moet wel aan twee spelregels zijn voldaan. En de eerste spelregel is dat een actie altijd moet zijn aangezegd. Dus je moet wel van tevoren als vakbond even de werkgever waarschuwen dat je van plan bent om actie te gaan voeren. Nou, hoeveel dagen dat kost hangt een beetje af van de omstandigheden van het geval. Als je te maken hebt met een hele ingewikkelde industrie, dan zal dat wat meer tijd zijn dan wanneer je te maken hebt met een vrij eenvoudige fabriek. Dat is de ene spelregel. En dan is er nog een spelregel. En die zegt dat, als dat zegt de Hoge Raad, dat je alleen maar mag staken bij wegen van uiterste middel. Als er een breekpunt is ontstaan in de onderhandelingen. Nou, en of er een breekpunt is ontstaan in de onderhandelingen, of je niets anders meer kunt dan gaan actie voeren en gaan staken, daarvan zegt de Hoge Raad, dat moet je wel terughoudend beoordelen als rechter. En je mag niet gaan zitten op de stoel van de vakbond. Een jaar of 2-3 geleden heeft er een grote actie in de schoonmaakbranche plaatsgevonden. En toen zijn op een gegeven moment ook actievoerders naar het hoofdkantoor van Asito gegaan. En hebben daar in feite een half uur of drie kwartier een managementafdeling bezet. En zijn er op potten en pannen gaan slaan. En liedjes gaan zingen. Nou, niet echt een klassieke actie. Niet echt het werk neerleggen, maar een alternatieve actievorm. Wat we ook hebben gezien in Nederland, vond ik zelf ook wel aardig bedacht van de vakbonden, is het openbaar vervoer. Een zogeheten gratis openbaar vervoeractie. Dus dan rijden de treinen en de bussen, die rijden wel, maar de kaartjes worden niet meer gecontroleerd. En de vraag is nou,
zijn dat soort acties nou naar Nederlands recht toelaatbaar? En het antwoord op die vraag is waarschijnlijk ja. Want in 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, weer een uitspraak gedaan over het stakingsrecht, waarin de Hoge Raad eigenlijk de poorten heel ver open heeft gezet voor andere actievormen dan een reguliere staking. Wat speelde daar in die zaak? Dat ging over een staking hier in de haven in Amsterdam, bij het bedrijf Rietlanden. En Rietlanden, dat is een overslagbedrijf. En de vakbonden die wilden dat er een cao tot stand zou komen bij Rietlanden. En Rietlanden zei, hebben we helemaal geen behoefte aan. Het gaat hier prima zonder de vakbonden. Nou, wordt vervolgens een actie uitgeroepen. En die viel natuurlijk binnen het bereik van artikel 6 lid 4, want het was een staking die was gericht op het afdwingen van cao-overleg. Dus evident gedekt door artikel 6 lid 4 ESA. En die staking, die sloeg op zich best aan. Er werd gestaakt, maar Rietlanden ging niet door de bocht. En toen dachten de vakbonden, ja, dan moeten we wat anders bedenken. Nou, wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze een spoorlijntje geblokkeerd, een tijdje lang, wat daar langs het terrein van Rietlanden liep. Zetten ook geen zoden aan de dijk. En toen dachten ze op een gegeven moment, ja, moeten we nog weer een beetje opschalen. En wat zijn ze toen gaan doen? Toen kwam er op een gegeven moment een heel groot schip, kwam bij Rietlanden, om gelost te worden. De Yevgenia, groot schip. En toen ze waren begonnen met dat schip lossen, toen zeiden de vakbonden op een gegeven moment, dit schip is door ons besmet verklaard. En wat houdt dat nou in? Een besmetverklaring van zo'n schip, dat hield in dat schip niet meer gelost mocht worden bij Rietlanden, maar ook niet bij andere overslagbedrijven in Amsterdam. Maar ook niet in Rotterdam, en ook niet in Antwerpen, en ook niet in Hamburg, nergens meer. En wat hoopte de vakbond daarmee te bereiken? Wat men daarmee hoopte te bereiken is, dat omdat dat schip nergens meer gelost kon worden, dat de eigenaar van dat schip druk zou gaan zetten op Rietlanden om alsnog te doen wat de vakbonden wilden. En het was eigenlijk een staking die dus ja, bij allerlei andere bedrijven ook werd uitgeroepen, voor zover het dat schip betrof, om druk te zetten op dat conflict met Rietlanden. Nou, daarvan had het Hof gezegd, dat kan niet, dat valt buiten het bereik van het collectief actierecht. Dat kan niet in Nederland, zo'n alternatieve actievorm. En de Hoge Raad, die zei er heel iets anders van. Die zei, dat heeft het Hof verkeerd gezien. Want de keuze van het middel om actie te voeren ligt in beginsel bij de vakbond. En de vakbond heeft daar een ruime marge om dat te beoordelen. En waar het uiteindelijk om gaat, beslissend is of de gekozen actievorm in redelijkheid effect kan hebben op het doel wat met de staking wordt bewerkstelligd. En, zei de Hoge Raad in deze zaak, dat kan bijvoorbeeld in zo'n situatie als deze het geval zijn, als Enerco, dat is de eigenaar van dat schip, druk gaat zetten op inderdaad Rietlanden om alsnog toe te geven aan de wensen van de vakbond. En de Hoge Raad zei, ja, daar is eigenlijk voldoende voor dat daar een prikkel van uitgaat om die druk te gaan zetten. Nou, als je dat weet, dan weet je dus eigenlijk dat de Hoge Raad heel erg ruime marges toekent aan de vakbonden om alternatieve acties te voeren en iets anders te doen dan gewoon te staken. En dat geeft dus ook veel meer ruimte aan vakbonden om in deze steeds complexer wordende economie ja, iets anders te kunnen doen dan maar de zaak platgooien en misschien hier een beetje te prikken en daar een beetje te prikken en door op allerlei verschillende plekken een beetje te prikken een veel beter resultaat te bewerkstelligen dan wat je zou bereiken alleen maar met een staking. Nou, dat wat betreft de mogelijkheden om te staken, dan nog even een paar opmerkingen toch als u zelf wilt gaan staken. Je kunt het niet uitsluiten dat u dat op een gegeven moment toch zou willen. Wat zijn nou de gevolgen daarvan voor u? Nou, uitgangspunt is, wie deelneemt aan een rechtmatige staking, wordt daarvoor niet gestraft. Dus als u deelneemt aan een rechtmatige staking, dan kunt u niet ontslagen worden, om maar een voorbeeld te noemen. Wat wel aan de orde is als u staakt, dan heeft u geen recht op loon. Dat is niet zo gek, hè, want u doet uw werk ook niet. En als de werkgever, terwijl u staakt, ook nog uw loon zou moeten betalen, dan zou het evenwicht natuurlijk een beetje zoek zijn. Wat ook nog wel aardig is om nog even te vermelden, is dat tijdens een staking, als bepaalde mensen dus het werk neerleggen, dat de werkgever dan ook het recht heeft om aan de niet-stakers geen loon meer uit te betalen. En de gedachte daarachter is, die niet-stakers, die profiteren uiteindelijk wel mee van de resultaten die met de staking worden bewerkstelligd. En dat leidt er dan toe dat aan hen ook geen loon uitbetaald hoeft te worden. En tot slot, misschien ook wel aardig om te vermelden, de werknemers hebben actierecht, maar de werkgevers hebben ook een recht op collectieve actie te voeren. Dat gebeurt in Nederland bijna nooit, maar er zijn eigenlijk de meest bekende variant daarvan is de zogeheten uitsluiting. En dat
doet zich voor als de werkgever die wordt bestaakt. Hè. Vakbond roept een staking uit. En vervolgens zegt de werkgever, oké, als jullie een staking uitroepen, dan gooien wij het hele bedrijf plat en sturen we iedereen naar huis. Nou, dat gebeurt in Nederland bijna nooit, want dat zet de arbeidsverhoudingen heel erg op scherp. Maar het kan wel. Tot zover mijn verhaal over stakingen. En we gaan zo direct naar het volgende college. En daarin ga ik met u bekijken hoe gevaarlijk het wel niet is om een concurrentiebeding te ondertekenen.